Best for Soil, bodemgezondheid, praktische informatie. Hoi, ik ben Saskia. Een gezonde bodem is goed voor de productiviteit en voor gezonde gewassen. We zijn hier in Zwifterband, waar net de voorbereidingen worden getroffen om een groenbemesten in te zaaien. Een van de manieren om de bodem gezond te krijgen en deze te houden. In deze video laten we zien wat je nog meer kan doen om dat te bereiken. Bodemgezondheid is het vermogen van de bodem om het hoofd te bieden aan binnenkomende ziekten en plagen en om de populatie voldoende laag te houden zodat de gewassen geen schade ondervinden. Een gezond bodemecosysteem bevat een rijke bodembiodiversiteit, voldoende organische stof, micro-organismen, aaltjes, geleedpotigen en regenwormen. Belangrijke micro-organismen zijn bacteriën, schimmels, en protozoen. Ze zijn vooral in overvloed aanwezig in het gebied naast de plantenwortels, waar ze op tal van manieren op elkaar inwerken. Organisch materiaal in de bodem is de basis voor productieve bodems. Het zorgt voor meer activiteit en diversiteit in het leven in de bodem, wat op zijn beurt de bodemprocessen stimuleert die bijdragen aan gezonde gewassen. Bodemmicroben, gestimuleerd door organisch materiaal, kunnen ziekteverwekkende micro-organismen onderdrukken, minerale voedingsstoffen vrijmaken en de stabiliteit van de bodemaggregaten verbeteren. De beste manier om de organische stof in de bodem te verhogen, is door reeds gestabiliseerde organisch materiaal, zoals compost, aan de bodem toe te voegen. Veel maatregelen kunnen het bodemecosysteem helpen om optimaal te functioneren en de gezondheid van de bodem te verbeteren. Hoe meer maatregelen worden gecombineerd, hoe groter het potentiële effect op de bodemgezondheid. Preventieve praktijken, zoals vanggewassen, bevorderen een gunstig bodemleven, wat op zijn beurt bijdraagt tot gezonde gewassen. Hier zien we een goed voorbeeld van een combinatie van twee best practices: vanggewassen en anaerobe grondontsmetting (ASD). Gewassen, zoals Italiaans rijgras, kunnen in de bodem worden ingewerkt bijvoorbeeld om organische stof in de bodem op te bouwen en om de bodemstructuur te verbeteren. In combinatie met anaerobe grondontsmetting is het bodemmilieu tijdelijk anaerob gemaakt. Bepaalde micro-organismen worden gestimuleerd om te groeien en onder anaerobe omstandigheden produceren ze stoffen die onderdrukkend of toxisch zijn voor verschillende ziekten en plagen in de bodem. Op deze manier dragen vanggewassen groenbemesters bij aan het circuleren van mineralen en bouwen ze organische stof in de bodem op, terwijl de bodem gedesinfecteerd wordt via de ASD-praktijk. Solarisatie is een soortgelijke techniek. Bij solarisatie wordt de bodem bedekt met een plastic folie om de zonnestraling op te vangen en zo de bodem te verwarmen tot een temperatuur die ziekte en plagen doodt. Bij biosolarisatie wordt de snelheid van het proces verhoogd door het aanbrengen van verse organische stof of compost. Door inzicht te krijgen in het bodem-ecosysteem en de invloed van boven- en ondergrondse maatregelen op dit systeem, kunnen we profiteren van hun functies om de bodemgezondheid te verbeteren.